Ja, vrienden, hier was ik dus ook al bang voor. Ja, we hebben het natuurlijk over die kopschoppers in Mallorca. Ja, want allereerst was ik bang hè, dat Nederland, ja, die zou dus ze niet uitleveren aan Spanje. Ja, en dat gebeurde ook. Ze bleven in Nederland. En daarna was ik dus bang dat ze een hele lage straf zouden krijgen. En hebben jullie hem gezien op tv? Peter Plasman, ja. Niks aan de hand met Peter Plasman hoor. Man doet ook zijn werk. Die moet gewoon zo'n verdachte verdedigen en dat is het dan. Dat begrijp ik wel. Maar als je goed geluisterd hebt naar Plasman, dan weet je precies wat er aan zit te komen. Die hebben al helemaal een hele tactiek doorgenomen. En die hebben dat allemaal doorgesproken met elkaar. En dat komt ook omdat het OM, die hebben gewoon weken gewacht. Totdat ze iemand gingen arresteren. Dus die gasten die hadden alle tijd zeeën van ruimte om eens even lekker met elkaar door te nemen hoe ze dat zouden gaan doen. Want hij zegt bijvoorbeeld, de Plasman, ja, er is nog een verdachte, maar die doet nog eventjes geen uitspraken. Die wacht eventjes wat die anderen gaan zeggen. Allemaal doorgenomen, allemaal doorgesproken, geen enkel probleem. En zijn cliënt, zoals dat dan heet, de verdachte, die had dan gezegd van ja, ik heb wel lekker meegeknokt en ik heb me wel een beetje misdragen tot daar. Maar verder rest heb ik helemaal niks gedaan. Kijk, en daar gaat het dus gebeuren, beste vrienden. Daar komt het grote probleem. Want hoe gaat het OM helemaal bewijzen wie die schop heeft gegeven? Nou, ik weet zeker, in Spanje zouden ze daar helemaal geen probleem van maken hoor. Die zouden zeggen, hé, we hebben hier drie verdachten. Hé, 1, 2, 3, alle drie zijn jullie de pineut. En hup, de bak in, klaar. Maar nee, Nederland die gaat precies proberen uit te vogelen wie die schop heeft gegeven. En dat gaat niet gebeuren, vrienden. Want zoals wij weten, een rechtszaak gaat niet over de waarheid. Het gaat niet over wat daar precies gebeurd is. Nee, wat Plasman en zijn vrienden, want er zijn er waarschijnlijk nog meer advocaten voor die jongens, die willen alleen maar twijfel zaaien. Daar gaat het om. Ja, verwarring. Want nu hebben ze dus twee getuigen en die zeggen dan van Carlo Heuvelman, die is helemaal niet geschopt. Nee, die is niet geschopt. Nee, die is gevallen. Die is gevallen met zijn hoofd op een stoeprand, zegt één getuige. En de andere zegt van, nou ja, stoeprand. Hij is op de weg gevallen. Oh, en dat was dan de doodsoorzaak. Voel je hem aankomen, vrienden? En zo gaat het gebeuren. Zij gaan allerlei getuigen vinden die het verhaaltje een beetje links sturen, een beetje rechts sturen. En dan is er twijfel. En heeft wel iemand een schop gegeven voor zijn kop? Ik denk het niet dan. En zo gaan die straffen maar omlaag en omlaag en omlaag. Ja. Nou ja, goed. In ieder geval, vrienden, die Plasman, die maakte wel een behoorlijke fout, dat wel, moet ik eerlijk zeggen. Die begon ineens over de familie van Carlo Heuvelman. Dat dat toch wel erg was, dat ze die jongen altijd zouden moeten missen. Ja, dank je wel zeg. Wat denk jij nou, Plasman, hoe erg dat is? En wat zegt hij dan? Die zegt hij, ja, maar wat denk je van mijn cliënt? Die verdachte die zit nu in de gevangenis. En die ouders dan? Wat denk je daar dan van? Nou, pardon Plasman. Wat vergelijk je hier nou? Dat is kersen met kaviaar. Dat is Brigitte Bardot met mijn krakkemikkige buurvrouw. Hoezo? Dat zijn toch geen vergelijkingen? Die kan je toch niet maken? Pardon zeg. Maar goed vrienden, hoe het ook zit. Ik wil jullie gewoon hierbij gewoon even waarschuwen. Ga nou niet denken, daar komen straks behoorlijke hoge straffen uit voor die jongens. En die gaan we nou eens even aanpakken. Ik zie het niet gebeuren. Je hoort het gewoon bij die Plasman. Die hebben hun hele verhaaltje al helemaal klaar. En dat wordt gewoon een hele lage straf. En daar komen die jongens keurig mee weg. En dat is de poen van het gooien. En zo gaat het werken. Dus bereid je daarop voor. Word niet
Ja, en ik weet het, want ik ken jullie met de reacties. Jullie zitten je daar nu ontzettend over op te winden. En dat begrijp ik wel. En dat snap ik. Maar bereid je daar nou enorm op voor. Ik heb gewaarschuwd.